Ik heb Bambam net afgezegd, maar je moet naar school, lieverd. Nee, nee. Ja. Bambam. Ja, Bambam is weg. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is dinsdagochtend en ik heb mijn spullen gepakt en me opgemaakt en mijn haar gedaan. Ben ik eigenlijk scherp? I don't know. Ja, dat heb ik gedaan en ik ga nu naar freaking Tilburg, wat best wel ver is van Amsterdam, voor meetings. Meetings, één meeting. Dus we gaan met de auto, dus ik pak nu mijn spullen. Olly is op de crash en hij zal handen ook van de grond tillen. En ja, let's go. Hoi! Hoi. Het is woensdag. Sorry, de tv staat hard aan. Te hard. Het is woensdagochtend. Ik ga zo naar Parijs. En Olly gaat nu naar de Clash. En ik moet mijn koffer inpakken. Ik moet nog een uurtje gaan. Dus ja. Kijk gezellig weer even mee. Ik zal even Olly laten zien. Want die zie je anders de komende 24 uur niet. Ik ga één nachtje naar Parijs. Hi O. Olivia. Hi. Ben je papa aan het helpen met opruimen? Ja? Papa. Ik heb Bambam net afgezegd, maar je moet naar school, lieverd. Ja. Bambam. Ja, Bambam is weg. Ik zit in de valies. Ik wil er een zwart laten. Wat zit er onder mijn oog? Ik zit in de valies en ik ga dus naar Parijs. Ik ga naar Parijs voor Karl Lagerfeld. Dat is heel leuk. En ik heb Mo haar shirt gejat. Die heb ik aan. Ik zal het haar zo even sturen dat ik die gejat heb van haar. Ja, dus drie uurtjes in de trein. Ik heb hier snacks en mijn laptop en zo. En Sanne is mee. Ik zal de producten die ik gebruik voor deze video hieronder in de linken. Oké, we zijn in de taxi aangekomen. Zo leuk, kijk, ze hebben zelfs van die Team Carl waterflesjes. Excuse me, please. Can. I know. Yes. I know, I will see. En ik had deze armband gekregen met dat Carl hoofd eraan. Thuis op kantoor. Maar nu ligt er weer een tasje klaar. Ik denk dat wat ik tegen jou zei, dat het dus is. Een bedeltje. Ja, dat we de hele reis, zeg maar, met alles wat we gaan doen, een nieuw bedeltje krijgen. En dat is inderdaad waar. Een soort van speurtocht. Kijk, nu de Eiffeltoren. Oh, dus leuk. Die gaan we er nu aanhangen. Ja, dat is echt grappig dit. Kijk, die doe ik er hier aan. Ja. Nou, cutie. Let's go to the hotel. Maar de doosjes ook met initialen, dat had ik niet eens gezien. Er staat NDG op. Heel leuk. We zijn arrived. Ik vind het echt een leuk hotel. Vind je niet, Sanne? Superleuk. En hier ligt een clutch. Die vind ik ook echt mega leuk. Er liggen echt overal waar ik kijk goodies. Zoals dit glitterkussen van Carl. Dit ding vooraan een koffer. Een welkomstbrief. Gaan we zo even lezen. Ik vind deze clutch echt... I love it. Echt very nice. Die gaat denk ik misschien straks wel even meenemen voor de avondfoto. Nou, dus zo ziet dat eruit. En dan hebben we hier een super cutie balkon. En het licht is echt zo prachtig. Echt niet normaal, kijk. I love it. En hier ben ik zelf nog niet geweest. Maar ik neem aan dat dit kasten zijn. Het is echt een mooi hotel, hè? Ik had niet echt verwachtingen van dit hotel. Nee, dit is ook fucking leuk. Die paraplu. Maar het is echt heel mooi. Kijk. En
Ja, hier is een bad. Ook een mooi bad, vind ik. Because I love marble. Oh, kan dit ook open? Nee, denk ik niet. Dat zou echt furry zijn. Ah, jawel. Wow, dit is echt een groot balkon. We hebben echt een balkon met 3 deuren. Ja, kijk, hier is het ook nog zo. Is ook echt alles mooi. En wat is hier? Karl Lagerfeld parfum. En hier is Ed Queen of Jetlex. Hoi. Dus ja, ik ga hem even omkleden en dan foto's maken. Ik ben in het hotel. Even 1 seconde. En ik heb me even omgekleed. Ik doe even dit op. Velvet Teddy. Echt, cannot live without Velvet Teddy. Niet gesponsord, but I wish you was. Mijn favoriete kleur van MAC. Die vandaag krijg ik best vaak. En nu ga ik met Emily, waar ik net mee aan het fietsen was. Zij heeft Amy Tas op Insta. Misschien kennen jullie haar wel. Uit eten en met Sanne. En ja, zie jullie zo. Ik zit lekker bij Lamiu en ik ben met Emily. Hallo! Zij heeft ook een YouTube kanaal trouwens. Your YouTube is Emitas too, right? Ja. Emitas, yeah. So we're gonna have food. Oké, ik ben weer terug in het hotel. Het was heel gezellig, het is nu heel laat. En ik ga slapen. Make-up ervaren slapen, dus ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen, het is donderdagochtend en ik ben even wakker. Ik krijg een beetje griep volgens mij. Ik heb het echt hoofdpijlen, heel heet. Terwijl het heel koud is. Maar goed, Olivia is ook een beetje ziek thuis. Dus ik denk dat dat ik ben aangestoken. Of ik heb haar aangestoken. I don't know. Maar goed, we gaan even wat foto's maken. En dan naar de lunch voor Karl Lagerfeld. Ik ben aangekomen op de lunch met Karl Lagerfeld en ik ben met een Duitse vriend van mij, Joni. Zij heeft ook een superleuke Instagram die heet Locatuur. En daar tegenover zit Charlotte van Karl Lagerfeld en Emily, waar gisteren ook was. Ik vlog er wel nooit tijdens dit soort dingen, maar dit is hoe het eruit ziet. Dus dit is iets. Oh, dit is ook leuk. Dit is ons toetje. Het is wel lekker. Het is weer even later en ik zit in de trolley naar huis. En Sander houdt Olivia wakker, zodat ik haar zo meteen nog even kan zien. En ik ben weer thuis! With me! With Bibi Lebonski. Dit is echt een prachtige engel voor mij. Mijn Ollie slaapt al. Ik vind daar heel verdrietig om. Ik had me daar heel erg op verheugd. Ik dacht echt dat je net moest huilen, omdat je... Moest ik ook. Ja, ik had net in de vlog in de Thalys gezegd van, zo leuk, ga naar huis, Sander heeft Olly wakker gehouden. Ja, dag. Je denkt zeker niet dat ik het... Ten eerste heb ik dat niet gedaan, maar ik zou toch niet het kind kunnen wakker houden tot 9 uur. Ze is hartstikke verkouden, dus moest gewoon naar bed, punt. Ja. Als ze morgen nog koorts heeft, dan hou ik haar thuis. Misschien ook om een kleine andere reden. For my own pleasure. Mm-hmm. We gaan toch morgen om 3 uur naar Leiden? Wat, 3 uur. We gaan om 3 uur, 4 uur naar... Ja, Bibi gaat naar school. Ben je om 30 uit? Ja. Dan gaan we om 4 uur naar Leiden. Ja, is goed. Moet ik nog een uur gaan? Toch? Ja. Absoluut. Ik heb zo'n... Ik ook. Ik krijg pasta. Bibi? Ja? Kom eens. Why? Why? Is er kaas voor op de pasta? Ja. Wat? Ik wil kaas. Ik heb zo'n zin in lekker een zakje chips. Ik ook. Vooral popchips. I die. I die voor chips. Ja. Ik heb gewoon honger. Oké, guys. Ik lig in bed. En ik heb helemaal niet meer echt direct met de camera gepraat, zeg maar. Tegen jullie gepraat. Volgens mij in deze hele reis niet echt. Als je op deze reis gaat, is het altijd zo chaotisch. En er zijn zoveel mensen. En we praten natuurlijk ook dan allemaal Engels. Want er zijn heel veel internationale influencers. En die zie je dan heel weinig. Zodat je er eigenlijk de hele dag mee op. En dan... Dan film ik zeg maar heel veel losse stukken en dan is het dus niet echt duidelijk wat ik allemaal doe. Maar goed, ik ben dus in Parijs geweest, 48 uur, met Karl Lagerfeld. En die had daar lunch voor de lancering van de nieuwe producten.
En daarvoor was ik daar en het was heel erg leuk. Ja, en we hebben wat foto's gemaakt en nou ja, we zijn allemaal mensen een beetje rondgehangen. En nu ben ik net thuis en Bibi slaapt nu, Olivia slaapt. Sander komt nu net boven, Sander was aan het bellen. Die was zaken aan het doen. Hoi Sander. Nee. Heb je leuke zaken gedaan? Nee. Nee? Nee. Oh. Oh, ik wil zo alles horen. Ja. Dus dat, maar ik dacht zo even goed om alles uit te leggen. Ja, ik ga nu slapen. En morgenochtend ga ik Olivia zien. Zo excited. Ze is dus super verkouden en ik mag haar niet om lachen. Maar ze is zo schor. Maar het is zo schattig. I cannot deal. Dus ik heb er echt zin in. Maar ik hoop wel dat ze zich iets beter voelt. Maar als ze zich morgen niet beter voelt, dan hou ik er lekker thuis van de crash. Dan blijf ik ook er thuis. We gaan morgen even naar mijn moeder in Leiden. En we gaan naar een verjaardag van vrienden in Leiden morgenavond. En maar dat is wel lekker thuis dit weekend. Dus dat is wel heel chill. Dus that's it. Ik ga lekker slapen en ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen. Ben jij een beetje schor, lieverd? Wat ga je doen? Zullen we naar beneden? Ja. Zullen we lekker gaan eten? Ik ben op kantoor aangekomen en we gaan even verder met deze ketting. Die is er weer, dus mocht je deze willen bestellen, deze nagel ziet er echt niet uit. Kan je een e-mail sturen naar orders@goeiejetlags.com en ze zijn er ook met zilver. Ik ben pakketjes aan het uitpakken en ik heb deze doos gekregen van Jimmy Choo en ik krijg van hun een kerstcadeau. Ik heb het ook zelf uitgekozen, maar ik vind het ze zo mega vet. Kijk. Dit zijn ze echt zo mooi. Echt. Ik ken dat. En ik heb de hele collectie gekregen van Gigi Hadid van Maybelline. En ik was daar zo benieuwd naar. Bibi gaat ook echt heel blij zijn, want die wil dit ook. Tenminste, niet dat ze make-up draagt, maar ze wil het gewoon zien. Maar de kleur is zo mooi, dit roze. Kijk, dit is trouwens maar sowieso echt mooi met het goud ook. Dus ik ga dit allemaal even bekijken. Deze kleuren zijn ook echt mooi. Is het West Coast of East Coast? Ze heeft zo'n West Coast en East Coast look. Wat zou dit zijn? En dit is een hele set. Echt mooi. Wat is dit? Hoekloos. Echt, die vormgeving vind ik echt zo mooi hiervan. Die lipkleuren vond ik dus het allermooist. Dus die ga ik even checken. Wat is dit? Strobing liquid. Strobing liquid. Oh, dit is een soort van... Oh, en lip uploaden. Daar heb ik er echt te weinig van. Die zien er ook echt. Deze is echt mijn kleur. Dat zie ik nu al. Nice. Hier ben ik heel erg blij mee. Ik ben weer thuis. En ik ga straks Olly halen van de crash. We hebben net even wat meetings gedaan. En ik heb net een heel leuk pakket binnengekregen van Naked. En ik krijg altijd super veel comments dat iedereen dat zo leuk vindt om te zien. Dus heb ik eigenlijk aan de camera gepraat vandaag? Weet ik helemaal niet. In ieder geval, ik krijg altijd heel veel comments dat mensen het leuk vinden om dat te zien. Dus ik dacht, ik doe nog even snel die unboxing voordat deze vlog is afgelopen. Want ik heb weer die kortingscode. Normaal heb ik een kortingscode voor 20% korting. Maar ik weet niet of het vandaag alleen geldig is of vandaag en morgen. Maar ik heb nu een kortingscode gekregen voor 30%. Ja, dus als jullie leuke dingen zien of daar op de website of dingen die ik nu laat zien, dan kan je het bestellen met een kortingscode van 30%. Dus dat is echt superveel. En de kortingscode is NOR30. Ik zal hem hier nog even zetten. Dus laten we het unboxen. Oké, dit is de eerste jurk die ik gekregen heb. Ik ga zo even kijken. Is dit een maat 36? Een maat small heb ik. Wat ik even wil zeggen is dat Naked echt klein valt. Ik bestel van alles medium of 38. Deze is wel toevallig small, die zit trouwens wel prima. Maar dit is wel een uitzondering. Het is een donkerblauw, navyblauw jurkje met stippeltjes. En ik vind hem echt fantastisch. Dus, en hoeveel was die?
Ik weet niet. Maar goed, met 30% korting zal die wel echt heel weinig zijn. Ja. Deze jurk hebben jullie misschien al gezien. Want die had ik gisteren bij die lunch aangedaan. Bij Karl Lagerfeld. Die heb ik al iets langer. Maar die is ook van Naked. En ik wilde hem even laten zien dat die ook met 30% korting nu is. En ja, die vind ik ook heel erg leuk. Zo lang is die. En ik denk dat ik... Ik weet niet welke maat ik heb. Ik denk medium. Dus die is super cute. Dit is echt, denk ik, mijn lievelings tot nu toe. Dit is echt een super mooie jurk. Slash kimono. Slash badpak overding. Slash whatever. Maar ik hou echt van alle witte dingen met wijde mouwen. En ik vind deze echt te cool. Met allemaal gouden sieraden. En I love it. Hier ben ik echt heel, heel, heel blij mee. Dus deze. Ik vind hem zo mooi. Ik wil deze eigenlijk aanhouden. Ook al is het koud buiten. Maar I don't care. Ik ga naar een diner straks. Dus ik vind hem echt heel cool. Oké, deze trui is minder fel in realiteit, maar ja, nee, hij pikt het echt verder op. Ik vind deze kleurencombi echt super leuk. Hij is lang zo achter. Ah, ja, dat kan ik je laten zien trouwens op mijn Insta. Ik ben ook Insta-stories op maken en hij is... Oh, iedereen had het slurpgeluid, sorry, ik ga ermee ophouden. Er zit zo'n split in. Hij lijkt een beetje op zo'n vintage Benetton-achtig trui. Had je ook wel dit soort dingen. Maar ja... Zo ziet hij eruit. Deze trui heb ik dus nu oprecht in 3 kleuren. Ik ben hier echt helemaal geobsedeerd mee. En ik heb hem in een medium. Want kijk, wat ik dus perfect vind. Ik haat te lange truien, want ik draag de high-waisted broeken. Dus hij is zo lang. Dus je kan hem heel makkelijk in rokjes en in broeken proppen. En ik vind dus die mouwtjes heel leuk. Dat ze zo zitten. En je hebt hem iets van 3 of 4 kleuren. Ik heb hem zelf in 3 kleuren volgens mij. Maar deze wordt dus nu bij gevraagd. En deze is grijs. En ik heb een beige en een zwarte. Dus. Ik zal de linkjes trouwens allemaal hieronder plaatsen. Voordat ik het vergeet te zeggen. Oké, dit is echt de beste aankoop van alles. Sorry, was ik even vergeten. Deze had ik ook al eerder. Dit is een teddyjas. En ik wilde zo lang een teddyjas. En ze zijn continu overal uitverkocht. En hij is geloof ik 100 euro. Dus dan is hij 70 met die korting. Als hij er überhaupt nog is. Dat weet ik niet. Want ze gaan zo snel overal. En ik wilde er echt telkens ergens eentje hebben. Maar nu hadden ze hem hier bij Naked, dus nu heb ik deze gekocht. En ik ben er echt super blij mee. En ik heb of een medium of een 38. Ik heb sowieso niet de kleinste maat, want daar doe ik niet aan. Dus, yay. Yay voor teddyjassen, zo cozy. Oké, als laatste dan het leukste item. Deze super oversized gezellige trui met ballonmouwen, die ik ook in het donkerblauw heb. En ik moest die in het zwart hebben, want het was nog chiller om te combineren. Ik heb bijvoorbeeld nu zwarte schoenen aan. Ik vind dit echt... Best thing that ever happened. Dus go get it. Hoe leuk is deze trui? Misschien dat ik deze aanhoud vandaag. Dat is wel toepasselijk voor mijn buik. Oké, nou dat was het weer. Ik ga lekker deze zwarte trui aanhouden. Deze scherp, ja. Ja, ik heb alle linkjes hieronder gezet van de items. Ik ga de vlog afsluiten, want het is vrijdag en deze komt zondag online. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. Het is bijna een vlogmas, dus vergeet niet te subscriben. Want ga ik elke dag een maand vloggen. En that's it. Duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. Oh ja, heel belangrijk. Ik ga een Q&A filmen aankomende week. Dus laat even je vragen hieronder achter voor de Q&A. Ja, ik ben benieuwd wat jullie willen weten. Bedankt voor het kijken. Tot woensdag.